bonjour à tous. Je m'appelle Grégory, j'ai 23 ans et j'habite à Liège. Je parle le français mais aussi le néerlandais et je fais en ce moment une formation de secrétariat en néerlandais. Wat ik meer naam aan de stad van België wil ik strijden tegen discriminatie en het toekomst aan waarden van LGBT als door en in verschillende religies. Nous sommes tous Belges, ensemble, Wallons et Flamands, luttons contre la discrimination. Hallo, mijn naam is Sacha, 22 jaar, uit afkomstig uit Hoboken, momenteel werkzaam als sales advisor. Naast mijn passie voor muziek probeer ik zoveel mogelijk van het leven te genieten. Toch schuilt achter deze glimlach een groot litteken. In het verleden heb ik te maken gekregen met mishandeling, waardoor ik mijn ouders heb aangekomen. Die negatieve ervaring leerde mij dat over praten de eerste stap is. En bij deelname wil ik dan ook deze problematiek meer bespreekbaar maken en een luisterend oor zijn, want ik hoop dat dit te horen te worden. En afkomstig van Gent, maar woon nu in de Oost-Vlaamse gemeente Ursel-Knesselaren. In mijn dagelijks leven vind ik mijn eigen kinderdagverblijf. Ik vind dat ieder kind recht heeft op een gelijke en een gezonde opvoeding. Jonge of daarom wil ik mij inzetten voor een genderdiverse samenleving. Jonge of meisje, blauw of roze, poppen of reesauto's, think out of the box. Mijn naam is Injas, 20 jaar en afkomstig uit het Limburgse Genk. In het dagelijks leven studeer ik ergotherapie aan de Hogeschool PXL in Hasselt. 12 jaar lang heb ik te maken gehad met pesten. En door mijn verhaal nu met jullie te delen, wil ik graag voor andere jongeren klaarstaan. Ik wil het probleem pesten van LGBT-jongeren in de kijker zetten. Lesbisch, trans, bi of gay, together for a safe place, together.